En het is weer zover. Op deze mooie maandagmorgen hebben we van het Poppen- en Kinderwagenmuseum Nelly Schroep weer te gast. Nelly, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk weekend gehad. Lekker weekend gehad. Een beetje nat af en toe. Maar... Ja, zomer, dat het is Holland, hè? De zomer kunnen we op ons buik schrijven, denk ik. Hè? Hollandse, een echte Hollandse zomer. Maar je kan in september nog een paar mooie... Ja, dat zou kunnen. Krijgen. Het knapt alweer op volgende komende week. Jawel. Je bent de afgelopen week hier geweest. We begonnen met de jaren 60, 70, 80, 90. Inmiddels zijn we bij de zero's aanbeland. Het voelt, voor mijn gevoel is dat heel recent. Maar het is natuurlijk ook alweer 20 jaar geleden dat we daarin zaten. En je hebt een mooie kinderwagen weer meegenomen. Dat is waar. Het is natuurlijk heb ik vorige week uitgelegd. In de jaren 90 werd alles ineens heel veel moderner. Met allerlei zwenkwielen en noem maar op. Maar er blijft altijd een beetje een hang naar nostalgie. Ja. Elk decennium heeft dat. Ja. En ook dat is ook in de zero's. Maar vanaf 2000 tot 2010 heeft het een beetje voortgekabbeld. Beetje veel van hetzelfde, ja. En kwamen ook veel nieuwe merken bij. Waaronder een paar Nederlands trouwens die het heel goed doen. Ja. Is het Maxi Cozy? Nou, dat is er al zo lang. Ja, maar is dat Nederlands? Dat heb ik vorige week uitgelegd. Ja, maar ik weet niet zeker of Maxi Cozy ook helemaal Nederlands is. Ja, dat is echt helemaal Nederlands. En dat wordt ook, het hoofdkantoor zit ook gewoon nog in Nederland. Dat bedrijf is nog helemaal Nederlands. Er was er sprake van dat het een keer overgenomen zou worden door een Amerikaans bedrijf. Nou, bij mijn weten zijn ze wel een samenwerking aangegaan. Oké. Maar is het gewoon nog... In Nederlandse handen. Ja. Maar je hebt de kinderwagen meegenomen met... Hoe heet ze? Met een retro look. Met een retro look. Ook nu, de laatste, vanaf zo eind eerste decennium, dus eind zero's... kwam dat toch weer terug in de mode. Mensen hebben toch wel graag weer iets klassieks. Ja. Dat het een beetje looks heeft. Want die kinderwagens zijn natuurlijk allemaal reuze praktisch, die moderne dingen. Maar ze zien er niet uit. Nee. Tenminste, dat vind ik. Dat vind je zelf, ja. En dit heeft toch weer een beetje, om het maar heel grof te zeggen, smoel. Ja, en waar zie je dat in? Hoe uitziet dat? Want vooral de wielen. Grote spaakwielen. Ja. En deze heeft dan zelfs ook nog massieve bandjes. Want laten we wel zijn, die kinderwagens met luchtbanden, dat rijdt misschien wel weer lekker, maar je rijdt ze ook wel eens lekker. Ja, 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 ja. En dat heb je natuurlijk geen last van met massieve bandjes. Maar volgens mij is dat ook met elk hoekje en gaatje wordt gevuld. Hè? Met tasjes erbij, met openingen, met luchten, doorluchten. Deze wagen staat ook stijf van de tasjes en de toestandjes. Eronder zit een tas, een mandje ingebouwd, luiertas, een autostoeltje, zoals ik al vertelde. Ja. Met een adapter zet je dat ook nog weer op een onderstel. Dat is een bekerhouder. Een bekerhouder die je erop kan zetten? Een bekerhouder voor aan de douche. Ach, hou nou toch eens op, joh. Als je een rondje loopt, dan kan je een kopje koffie meenemen. Er zit zelfs, en dat vind ik helemaal niet eens zo verkeerd... bij deze kon je ook lampjes bestellen. Ah, echt waar? Maar dat is niet zo gek. Nee, hoor. Dat vind ik ook niet zo gek. Dat zouden ze eigenlijk, vind ik eigenlijk best een heel goed idee. Maar dat zal tegenwoordig wel gebeuren met LED. En dat kun je, je ziet het eigenlijk nooit aangeboden worden. Oh. Maar aan de andere kant, altijd een dingetje. En misschien kan je het er zelf wel aan doen. Maar op zich is dat best wel slim. Want je bent ook wel eens in het donker buiten, ochtends vroeg. Of reflectoren of zo, dat zou natuurlijk ook nog wel een ding zijn. Maar verder zit er natuurlijk hier ook van alles bij. En hij is heel romantic. Zo heet hij ook. Het model heette Romantic. Ja, ja. En je kunt ze ook in allerlei kleuren en printjes verkrijgen. Maar deze is wel, gewoon als ik er zo naar kijk, die is helemaal nieuw. Die is volgens mij nog nooit gebruikt. Dit is een nieuwe wagen, ja. Ja, ja. Maar ook de mand kan eraf, inklapbaar, nog kleiner maken. Alleen het onderstel is wel net als de wat klassiekere modellen. Je kan het inklappen, de wielen kunnen eraf en that's it. Ja, je kunt het niet helemaal in elkaar drukken tot een heel klein pakketje. Nee. Nou ben je hier de afgelopen weken geweest, Nelly, met iedere keer weer de mooiste wagens en de mooiste verhalen ook. Alleen misschien zou je nog een oproepje kunnen doen voor een pand, want je wil heel graag... In Flevoland het liefst, hè, denk ik. Of in Lelystad misschien. Lelystad heeft helemaal geen museum wat erfgoed bevat. Ja, wel erfgoed, maar alles heeft te maken met het water en de polder en de schepen. En er wonen ook nog mensen. En die mensen hebben
waar dan ook, ook in Lelystad, kinderwagens gebruikt. Het is een erfgoed wat eigenlijk heel Nederland of heel Europa behelst. Maar toch ontzettend veel, ontzettend Nederlands is. Mm-hmm. En zo kun je toch een stukje oudere geschiedenis ook naar Lelystad halen. Dat vindt, iedereen vindt het leuk. Nou, vooral de 50-plussers, maar het blijft onder de jongeren, wordt het ook steeds populairder. Een hoog oh-ja-gehalte. Hè? Bedoel, als je het ziet, denk je, oh ja, natuurlijk, dat was toen en dat was toen. En dan zo kun je Lelystad toch een nostalgisch erfgoedmuseum geven, wat eigenlijk iedereen wel eens mee te maken oproep. Heeft. Pak dus de camera. En welke? Even kijken, ik denk dat het... Nummer 4 is, die daar. Ja, 4, ja, 4. Je zoekt een onderkomen voor het Poppen- en Kinderwagenmuseum. Ja, het is een kinderwagenmuseum in Zoofmoot. Het is een museum gericht eigenlijk op de eerste levensjaar van het kind. Dus we hebben ook andere zaken. Doe een oproepje. En wat is er nou leuker voor Lelystad om zo'n museum in huis te halen? We zijn uniek in Europa, de grootste collectie die er in Europa is. En er zijn maar heel weinig van die kinderwagenmusea, dus Lelystad. Hoeveel vierkante meter? Handel eens. Nou, wij kunnen rustig 1500 vierkante meter hebben, want het gaat om 800 poppen- en kinderwagens. Kijk, het is echt niet zomaar een collectie, het is echt uniek. Die nu in Groningen en staat. Die staat nu opgeslagen in Groningen. Maar die willen we graag weer terug hebben hierin. Ja, want er zit gewoon verschrikkelijk veel Nederlands erfgoed bij. Ja. Je hebt je oproep gedaan. Ik misschien hoop dat het lukt. Ja, eventjes contact opnemen met onze redactie. Ja, gewoon eventjes of bellen met 0320 28 50 50. Heb je minimaal 1500 vierkante meter aan ruimte voor 800 poppen en kinderwagens? Bel ons eventjes en dan zorgen we dat je in contact komt met Nelly Sloep, die er afgelopen weken was. Nou, ik dank bij voorbaat de mensen die hier hopelijk gaan reageren. Het zou heel leuk zijn als er gereageerd Ja, natuurlijk. Ja. Dankjewel.